hij gaat de schaar ermee snijden. Hij heeft hem gewoon opengesneden, dat is niet normaal. Dat is gewoon papier snijden met een schaar. Hey, what up? Mijn naam is Jeremy, leuk dat je weer komt kijken. En welkom weer terug bij een gloednieuwe Zat-Zat. Satisfying Saturday. Ja, dames en heren, daar zijn we weer. We zijn er een tijdje uit geweest, maar we gaan het weer eventjes proberen. Zat-Zat. Hier hadden we namelijk lekker helemaal ons dingetje van gemaakt. En ineens upload Jeremy geen Zat-Zat meer. Oh, nee. Volgens mij, het is gewoon een woord wat we normaal gebruiken. Oh, dat is echt Zat-Zat. Oh, dit is echt unsen. Misschien is niemand er wel geïnteresseerd in. En misschien hadden heel veel mensen het gewoon gemist. Maar we hadden gewoon eventjes weer wat rust nodig. We kregen alleen maar dezelfde dingen toegestuurd. Maar hey, we zijn een hele tijd verder, dus welkom. We gaan weer kijken naar satisfying dingetjes voor die oogballetjes, joh. Een roller met unlimited verf. Hoe lang kan die doen met die verf? Dit is niet normaal. Hier ben je zelf normaal echt gewoon 16 dagen mee bezig. En deze man die doet gewoon eventjes een hele muur. Hij heeft even serieus een muur volledig geverfd in 20 seconden. Dit vind ik niet normaal. Oh, het is weer lekker, jongens. Lekker weer zat-zatjes kijken, joh. Jeetje. Mijn kute. Oh. Zwitserland, jongens. Zwitserland. Wat een prachtige plek, zeg. Kijk, als er glasvezel hier zou liggen op die plek waar ze nu zijn, zou ik er een huis laten bouwen. Why not? Why not? Oeh, ze gaan glow sticks door een shredder gooien. Oeh. Die krijg je nooit meer schoon, maar dat maakt voor de rest niet uit. Het ziet er in ieder geval cool uit, toch? Het ziet er in ieder geval cool uit. Het is wel grappig, want in de tijd dat we eruit zijn geweest, guys, met Zat-Zat, heb ik wel echt op mijn subreddit nog super veel dingen voor Zat-Zat en Unsen gekregen. Mag weer sturen als je wil. Maar ding is, ik heb ook heel veel claims gekregen van blijkbaar allemaal domme internetkanalen met allemaal van die slijmpjes erop. En dan zien ze, oh, dat slijmpje, dat is van mij. En dan hebben ze me geclaimd. Vervelende gozers. Fixing the bricks. Oh, guys, eindelijk iemand die het doet. De steentjes die niet goed liggen, eindelijk. Hij gaat ze goed leggen. Dit is geweldig, wat een held. Deze man. Deze man moet gewoon een insigne krijgen. Heroes without a cape. Holy shit. Holy shit. Holy moly. Holy! En ik zit hier gewoon op mijn kamer filmpjes te kijken. Deze man die doet 16 flikflaks. Oh. Oef. Waarom is dit zo satisfying om te kijken? Kijk nou. Waarom is dit zo satisfying om te kijken? Hij is gewoon lekker wat aan het koken. Even wat knoflook erbij. Ook echt gewoon op een pannetje ergens in de natuur. Dat maakt het gewoon 10 keer beter. Heeft hij zijn snijplankje meegenomen en zijn groenten. Gaat hij daar eventjes wat koken. Paprikaatje erbij. Hey, Kelvin, paprika. Oh, het is een soort van... hij heeft daar ook vlees in natuurlijk. Oh, nou, dat ziet er best wel lekker uit. Hoe heeft hij dat eitje nou ineens gemaakt? Waar komt het eitje vandaan? Zien we met alles koken, zien we het eitje niet gekookt worden. Wat is dit nou weer? Een vuurtennisbal, jongens. Dit is geen goed idee. Waarom heeft hij een gasmasker op? Heeft hij nou het vuur uitgeslagen? Het vuur hangt nu gewoon in de lucht. Weet je, guys, als je ooit vuur hebt, gooi het gewoon in de lucht en sla het weg. Een hark. Dat is het. Harkkunst, guys. We hebben nu nog meer hoop gekregen door deze man. Of vrouw, natuurlijk. Of geen man en vrouw. Whatever je wil zijn. I don't give a shit. Persoon. Echt gewoon perfect ook gewoon. Ik haat het altijd als... Kijk nou hoe perfect deze... Hoeveel talen kan je schrijven? Ciao. Het is gewoon in miljoen talen gaat hij gewoon hallo schrijven. Ik kan niet geloven dat er zoveel... Dat er maar... Kom op, dit is one of a kind, weet je. Lego in Zat-Zat, guys. Lego in Zat-Zat. Wauw. Zelfs het vuilnis ophalen in Lego City gaat nu gewoon automatisch. Arme Lego poppetjes. Ah, flikkeren het weer op de grond. Ja, weet je, die dingetjes die gooien we altijd weg in Lego City. Eten in de oven. Raar dat het ineens zo ziek opzwolt. Ik snap waarom mensen het lekker vinden om naar dit te kijken. Dat brood, joh! En die cake!
Wat goed. Die cakejes en zo, dat ze dan allemaal zo omhoog komen, is echt heel sick. Het beweegt, het leeft. Het leeft. Croissants. Oh ja, drop my croissant. Dit is gewoon een aan. Hij heeft daarin een schilderwerkje gemaakt. Heel nice. Wauw. Sick. Heel nice. Ja, check deze. Je denkt, wat is hier zat? Maar daar komt hij hoor. Yo, daar is hij hoor. Calculated. En hij gaat weer terug. Nee. We gaan weer terug. Geweldig. Fucking mooie beesten dat. Je moet hier maar zin in. Dus het is een beetje zo... Oké, wacht. Die handeling... Die maken we niet zonder dat we dat ding hebben. Het lijkt net alsof er tussen geknipt is. Alsof het een stop motion is of zo. Het is hetzelfde als Bram de hele tijd nu frames eruit gaat zitten knippen terwijl ik aan het bewegen ben. Dat ziet er ook heel gek uit. Oh, de pasta machine. Deze hebben we al vaker gezien, toch? Ah, die pasta. Pasta di mamma. Ah, dit hebben we vaker gezien, de pasta machine. Ik vind het altijd sick. Je hebt een paar restaurants die je kent. En dan staan ze altijd die pasta gewoon zelf te snijden. Zeg maar dat je het kan zien. Dat vind ik altijd... Dan zijn ze vers. Dan zijn ze heel vers. Een diamanten ring een badje geven, oké? Ziet er nu al nice uit. Oh, wat komt er allemaal af? Wat is dat ook voor vloeistof? Nee, dadelijk komt hij eruit als een smurf. Holy shit, dat verschil is insane. Holy shit, wacht. Oh, ja joh. Het is hetzelfde als je muntjes gaat doen in cola. En dan komen ze ook mooi uit. Ah, je had die diamantenring ook even in de cola kunnen doen, joh. Wat is er eigenlijk leuk aan om zo'n apparaat te laten tekenen? Dat vraag ik me nou weer af. Wat is hier leuk... Wat doe je hier? Wat doet zo'n persoon hierna met zo'n tekening? Gaat hij die oprecht verkopen? Hier, want dan zit je hiermee. Het is wel cool, maar dan zit je ermee. Wat moet je ermee? Oh... Dit heb ik gemist. Oh, kippenvel. Oh, zeepjes, guys. Oh. Yo. Sorry dat ik er doorheen schreeuwde. Ik zal hem nog één keertje doen voor jullie. Oh. Zeepjes, man. Claim me alsjeblieft niet. Doe het niet. Laat me alsjeblieft dit zeepje gewoon gebruiken. Je moet eerst je iPhone. Ik moet helemaal niks. Opbokken. Waarom moet dat met van die in driehoekjes gedaan worden eigenlijk? Dat vraag ik me nou weer af. Ik bedoel, je kan toch ook alles eromheen gewoon weghalen zonder al die driehoekjes eromheen te doen? Het wordt alleen een outline stempel. Wel heel nice. Gewoon wanneer bedenk je ineens van, oh, ik ga stempels maken. Yo. Dit is voor een microchip of zo. Ik vraag me af, hoe zijn ze er ooit opgekomen dat er op zo'n microchip dit soort dingen moeten zitten? Zo, op deze manier. Wie heeft dit bedacht? Meneer Microchip? Hier, kijk, dit is wel leuk en het is heel satisfying, maar wat moet je er nou mee? What are you gonna use this for? Mountain View in Zwitserland. Niet weer, hè? Niet weer Zwitserland. Ga je dit No way, gast. Oh, ik krijg hier rillingen van over mijn lichaam. Oh. En ook nog met dat lekkere lekkere, hele kalmerende muziekje van Bram eroverheen. Kippenvel. Oh, ik wil daarheen. Oh, wat goed. Ik heb dus wat gezien, guys. Dit is... Je knipt dus normaal papier met een schaar. Maar je kan dus tegenwoordig ook schaar knippen met papier. En hij gaat de schaar ermee snijden. Dan heb je echt... Dan weet je echt dat we in quarantaine zitten. Hij heeft hem gewoon opengesneden, dat is niet normaal. Dat is gewoon papier snijden met een schaar. Oh, wat een eng ding dit. Oh joh, maar dit is wel echt een hele... Dat is echt een next level zaag. We hebben nu al door, we zijn gewoon in een nieuwe tijdperk voor nieuwe zagen. Kijk hoe lang ik erover doe om courgettes te snijden. En deze man die blurt gewoon een courgette erin en... Oh man, what the fuck is dit? Ziet er wel insane uit. Oh, hij gaat het nu maken. Oh, maar ik heb geen zin om dat helemaal te zien. Ik wil gewoon zien eigenlijk wat hij maakt. Wow, is dat een lamp? Yo. Wel lelijk dat je al die draadjes erin ziet. Dat vind ik wat minder. Oh, dat is wel satisfying. Dat is wel zat. I gotta give him that. That's pretty sad. Nou, dames en heren, ik denk dat dat hem wel weer is voor zat voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vinden dat het weer terug is. En dat we weer... we gaan kijken hoe lang we het nu weer volhouden. Misschien houden we het helemaal niet zo lang vol als vorige keer. Dus in ieder geval iets. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop je de volgende keer weer te zien in een nieuwe video. Morgen hoop ik je te zien bij Unsun. Dan gaan we gewoon weer lekker verder. Zie je dan. Zie je dan, joh.